Goeiedag, Telegraaf Vandaag van woensdag 5 oktober. Al 27 jaar lijken ze van de aardbodem verdwenen te zijn. Jan en Riet Kelders uit Kuik. Maar vandaag wordt er toch weer naar ze gezocht. Sinds 1989 ontbreekt ieder spoor van het draaiorgelpaar. De zaak is onlangs weer geopend omdat er nieuwe aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Het echtpaar woonde toen hier in de Haagse Straat, waar nu een kapper zit. En juist op deze plaats doet de politie nu onderzoek. In 1989 ging het verhaal dat het echtpaar naar Engeland was vertrokken na een enorme ruzie met hun enige zoon. Toen ze na 2 weken nog steeds spoorloos waren, werd de politie ingezet, maar die kwam er toen niet uit. Onze verslaggever Nico Fassotte die nam een kijkje in het huis. Hier in het huis achter mij, bij dat blauwe zeil, daar is Frezeerse al 3 dagen aan het hakken en het boren. In dat pand zou een smeerput hebben gezeten die dichtgestort is. En daarin zouden mogelijk dan de lichamen van Jan en Riet Kelders liggen. Het is een zaak die hier in Kuik eigenlijk al 27 jaar om de zoveel tijd terugkomt. Blijkbaar heeft Frezeerse nu nieuwe aanwijzingen gekregen om dat toch nog eens goed te gaan zoeken. De Telegraaf die schreef 25 jaar geleden ook al dat rond de tijd van de vermissing het huis werd verbouwd. In het dorp was dat voer voor geruchten dat de lichamen onder het cement zouden zijn verstopt. Voor de familie is het een vreemde gewaarwording dat de zaak na al die tijd weer is heropend, zegt Alda van Uden, een nicht van het echtpaar. Ik vind het heel vreemd dat ze spoorloos verdwenen is. Dat er helemaal niets, geen teken van leven meer vernomen is van hun. Ook qua bankrekening, qua AOW, niks meer vernomen. Dus dat is het hele vreemde. Het is verjaagd, maar ondanks alles mooi zijn als het opgelost werd. Hè? Dat zijn we toch moreel verplicht, toch of niet? Dat zou zeker heel mooi zijn. Ja. En dan zouden de antwoorden komen, zoals het in Kuik de talk of the town is geweest. Zullen er dan veel mensen zeggen, van, nou, ik had misschien wel verwacht. Maar ik durf niet te zeggen, ik weet het niet, nee. De politie verwacht dat het onderzoek in Kuik nog de hele week gaat duren. Tot zover Telegraaf Vandaag. Meer over de vermissingszaak op onze site en morgen natuurlijk in de krant. Fijne avond nog. Dag.